Hallo allemaal en welkom terug. Het is dinsdagmiddag 17 december. Het is opnieuw waardeloos weer. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wereld. In de hele wijde wereld. Of all time. Burgemeester Halsema en ik, wij zijn een beetje dezelfde leeftijd. En wij hebben een beetje dezelfde achtergrond. Wij komen alle twee uit zo'n PvdA-gezin. Haar ouders waren actief voor de partij. Mijn ouders ook. Volgens mij is burgemeester Halsema ietsje ouder dan ik. Maar goed, dit is een follow-up op een eerdere video die ik had gedaan. Wij staan aan de vooravond van de release van Star Wars Episode 9. The Rise of Skywalker. En in een vorige video had ik wat voorspellingen gedaan. Namelijk, ik had gezegd, het wordt een bende. De Disney variant van Star Wars is absoluut waardeloos geweest tot nu toe. En die waardeloosheid die is alleen maar toegenomen vanaf eigenlijk de eerste film. En om een of andere vreemde reden heeft Disney besloten om een soort oorlog te beginnen. De Amerikaanse media hebben besloten om een soort oorlog te beginnen met fans. En is hele rare dingen gaan doen. Ze zijn gaan zeggen van ja, als jij die Disney Star Wars films niet leuk vindt, dan ben je een racist. Of je bent een white supremacist. Of je bent een vrouwenhater. Of je bent tegen diversiteit. Echt krankzinnige dingen. Ja, de reden dat mensen die films slecht vinden is overwegend omdat het gewoon slechte films zijn. Ze zijn gewoon niet zo goed. En er valt een prima argument te maken dat de opvolgers van de original trilogy ook al niet zo goed waren. Die prequels, die waren toch ook niet heel bijzonder. En ik heb daar vandaag een perfect voorbeeld van gevonden. Wij boffen vandaag, want gisteravond in Amerika, dus dat is vanmorgen bij ons, vond de world premiere plaats. Dat doen ze bij hele, hele grote box office films. En dan huren ze een theater af in ergens in Los Angeles. Ze huren de hele straat af. En dan bouwen ze daar een hele red carpet-achtige toestand omheen. Zoals we vroeger hier in Amsterdam wel deden. Met de opening van de nieuwe James Bond film. Sterker nog, ik heb burgemeester Halsema, toen was ze niet de burgemeester, een keer naar zo'n première zien gaan met haar kinderen. Volgens mij was het Harry Potter, weet je wel. Maar de grand premiere, de grand opening. En dat gebeurde gisteravond Amerikaanse tijd, vanmorgen vroeg Nederlandse tijd. En geheel volgens voorspelling, de eerste reviews zijn dan binnen. En je moet je voorstellen dat er een hele hoop van dat soort mensen zijn. Professionele mediajournalisten die ook wonen en werken in Hollywood. Dus die roepen bij alles, het is prachtig, het is het allerbeste wat ik ooit heb gezien. Ja, fantastisch, echt fantastisch. En ze mogen dan officieel nog niks zeggen. Er is namelijk een officiële social media embargo. Dus je mag helemaal niks zeggen. Je mag niks gedetailleerd zeggen over de film. Maar je mag zeggen of je hem goed vond. Of dat je hem slecht vond. De film gaat in première donderdag. Dat is overmorgen. En volgens mij mag je dan vanaf na het weekend details gaan noemen uit de film. Want anders krijg je allemaal rechtszaken aan je broek van Disney. En dat gebeurde hier ook. Hè? Mensen gingen naar die film, professionele journalisten, en die zeiden allemaal, het is het allerbeste wat ik ooit gezien heb. De allerbeste film die ik ooit gezien heb. De allerbeste bioscoopervaring die ik
ooit heb gehaard. Maar niet helemaal. Zoals ik al zei in een voorgaande video, het Star Wars brand, het merk Star Wars, vertoont ernstige scheuren. En dat hebben ze allemaal aan zichzelf te danken natuurlijk. Ze hebben iets wat heel populair was geprobeerd in een soort nieuw jasje of in een eigen jasje te steken. En dat is glorieus mislukt. Tegelijkertijd is er heel veel competitie. Er zijn gewoon een hele hoop films die veel leuker zijn dan Star Wars. Het beste en makkelijkste voorbeeld is Marvel. De Marvel Universe heeft 22 films afgeleverd die het fantastisch goed doen wereldwijd. Het maakt niet uit hoe oud of hoe jong je bent. Het maakt niet uit wat voor geslacht je bent. Iedereen vindt Marvel helemaal fantastisch. Er is meer competitie. Het aanbod online van goede films is 100 miljoen keer zo groot als wat jij vroeger kon vinden bij de videotheek. Het is heel normaal voor een kind van een jaar of 12, 13, om een hele hoop films gewoon op zijn telefoon te hebben. Daarom zijn ze zo stil in de auto. Ja, meer films op die telefoon. Dan maken ze tenminste geen ruzie op de achterbank. Zij is een tweeling, burgemeester Halsma. Een tweeling van 14, 15 zijn die twee. Ik moet er niet aan denken. Anyway, Rise of Skywalker komt uit. Laten we even zeggen 75% van de media outlets die zeggen dit is het allerbeste wat ik ooit heb gezien. En dan krijgen we dit. En dit is een typisch voorbeeld van wat ik zei in die vorige video. Dit is Scott Mendelson. En hier staat dat hij een filmcritic en box-office pundit is voor Forbes magazine. Forbes magazine is een soort financieel blad in Amerika. Forbes doet een soort lijst met de rijkste mensen ter wereld, de meest belangrijke mensen in Hollywood, et cetera. En Scott Mendelson, die heeft sinds 2017, zo'n beetje, misschien zelfs eerder, feitelijk ruzie online met alles en iedereen. Iedereen die kritiek heeft op Star Wars, die krijgt van Scott Mendelson een hele grote mond. En Scott Mendelson heeft fans uitgemaakt voor vrouwenhaters, racisten, white supremacists, Russian robots zorgden ervoor dat, weet je wel, Star Wars geen succes werd. En ga zo maar door. Echt openlijke ruzie, echt, weet ik niet, schoolplein, maar dan digitaal, weet je wel. En Scott Mendelson, die is al jaren nu aan het schrijven over Star Wars. En iedere keer dat mensen zeggen, die films zijn gewoon heel slecht geworden. Want Hollywood wordt steeds slechter. Het wordt steeds meer plastic. Steeds meer tweedimensionaal. Als je de films van de jaren 70 vergelijkt met nu. Of de films van de jaren 80 vergelijkt met nu. Of de films van de jaren 90 vergelijkt met nu. Lieve mensen, het is er niet beter op geworden. Anyway, Scott Mendelson is ook naar de première geweest van The Rise of Skywalker. De world premiere. Op de blue carpet. Zijn een blue carpet, geen red carpet. Dat is heel bijzonder. En Scott Mendelson die komt dan uit de bios. En dan moet hij nog helemaal naar zijn hotel in Los Angeles. Moet hij ook nog borrelen en een afterparty. Dus om 7:39 a.m. Dat is Amerikaanse tijd. Tweet hij dan zo, hashtag The Rise of Skywalker. In the end, it was the Star Wars fans, tussen aanhalingstekens, that killed hashtag Star Wars. Kijk, met twee van die gekruiste lightsabers ernaast. En dan hebben mensen wat vragen over van, weet je wel, waarom? Wat hebben die fans dan gedaan? En als je dan een beetje doorscrollt, dan krijgen we Scott Mendelson's antwoord. It's a bad movie. Ja, dus
Probeer dit even te processen. Deze film, Rise of Skywalker, is een slechte film. Maar dat ligt aan de fans. Ik ben een fan. Ik ben een jarenlange fan. Vanaf 1977. Nou, toen was ik heel jong. Burgemeester Halsema kan erover mee praten. Ik heb die fucking film niet gemaakt. Die fans hebben die film niet gemaakt. Maar zo ver zijn we dus. Ja, hij zegt het echt zelf. Rise of Skywalker is a bad movie. Dat is wat hier staat. It's a bad movie. Maar dat ligt aan de fans. Waarom? We hebben geen flikker te maken met het maken van die film natuurlijk. Waar heb je het over gestoord? Dit is een zeer gerespecteerde mediajournalist. Hij werkt ook niet voor de kleinste outlet. Hij werkt voor Forbes. En hier is het al begonnen. Het is een slechte film, maar het ligt aan de fans. En als je dan nog wat verder naar beneden scrolt, dan komt Scott nog wat dingen uitleggen. Want hij legt dan uit van ja, ik vond het crap, maar nou ja, het is al begonnen. De oorlog is al begonnen. Bla, 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 bla. Disney blames de fans. Ik word er zo moe van. Ik word er zo moe van. Maar dit is wat ze dus willen. Ze willen dus een product afleveren. Wat slecht is. En we horen nu al een jaar lang alleen maar vreemde leaks. En allerlei slechte berichtgevingen, et cetera. Ikzelf, ik ben helemaal niet meer geïnteresseerd in Star Wars. Ik vond, bekijk die vorige video, ik vind wat Disney heeft afgeleverd zo slecht. Ik ben ook een beetje te oud misschien voor Star Wars. Het is natuurlijk voor kids, voor jongere mensen. Maar de fans, tussen aanhalingstekens, die hebben Star Wars vermoord. Want het is een bad movie. Nou, hij heeft dan verder uitgelegd dat hij het een beetje bijeengeraapt zootje vond. En die komt dus nu al, echt van de premieravond, de world premiere, met blue carpet, geen red carpet, komen nu al berichten uit waarvan mensen zeggen, ik las er één die zei, ja, het is een beetje bijeengeraapt zootje, het had 9 films kunnen zijn. Maar, en zelfs een site als Cinema Blend, ik weet niet of u dat site kent, maar Cinema Blend, daar kun je ook allemaal reviews en allerlei andere dingen vinden van films. Star Wars The Rise of Skywalker has screened. Here are the early reactions. En ja, ik zou zeggen, lees dat eens. En dit is de oprichter van het website Cinema Blend zelf. Dit is Erik Eisenberg en die zegt, there is good in Star Wars The Rise of Skywalker. But there is more that is disappointing. There are a number of choices that just don't track. Fan service that doesn't work. And ignore details that are missed. I am bummed. En zo voelde ik mij, zo voelde ik me ook. Toen ik de bioscoop uitliep, na jaren niet naar de bioscoop geweest te zijn. Na The Force Awakens. Ik liep daar de bioscoop uit. Ik zoiets van, oeh, dit was niet best. Nou, dat zie je hier ook. Erik Eisenberg is alleen eerlijk genoeg om te zeggen, het ligt aan die film. Scott Mendelsohn, ander soort mediafiguur, die zegt dan, het ligt aan de fans. Nou ja, wat hebben die fans te maken met een waardeloze film? Nou, dit is geestig, want god, wat heeft burgemeester Halsema hiermee te maken? Helemaal niets, toch? Nou, een beetje wel. Burgemeester Halsema heeft hier namelijk ook uitspraken over gedaan. En zij heeft gezegd, ja, ik word ook een beetje moe van dat soort social justice warrior waanzin. Wel, op het moment dat je iedereen een racist gaat noemen, op het moment dat alles racistisch is, ja, dan schiet je een beetje aan je doel voorbij. Ik bedoel, ik ben aan het parafraseren, maar iets in die richting zei ze. En ik ben het met haar eens. Nee, het moet mogelijk zijn, denk ik, om van mening te verschillen over zoiets belachelijks en triviaals als een science fiction film, zonder dat je meteen ervan beschuldigd wordt dat het aan jou ligt, of dat je een racist bent,
of een misogynist bent, of een white supremacist bent, of dat je tegen diversiteit bent, of dat je et cetera, et cetera, et cetera. Maar dat is helaas de staat van de huidige media. Het ligt aan de fans, want het is een slechte film. Het is heel, heel bijzonder om te zien. Scott Mendelson, ik zou zeggen, bekijk zijn tweet. En ik zou zeggen, gebruik Google. Zoek op Twitter op Scott Mendelson en hashtag Star Wars. Deze meneer heeft 2 jaar van zijn leven besteed aan gillen en schreeuwen tegen fans. De artikelen die hij geschreven heeft voor Forbes zijn niet veel beter. Hij is echt openlijk fans aan het beledigen. Die mensen begrijpen dan niks van. Toxic masculinity. En ze hebben geen respect voor dit. En ze begrijpen niet dat, et cetera, et cetera. Echt als een soort hele superieure, elite-achtige figuur. Een soort regent. Die vanuit zijn ivoren toren zijn beklag aan het doen is. Dat het plebs niet begrijpt waarom ze niet te eten krijgen. Daar zitten allerlei goede gedachtegangen en redenen achter. En ook hier weer, we hebben een waardeloze film. Bad, staat er. It's a bad movie. Maar dat ligt dus allemaal aan de fans. Dus de blame game is begonnen. Nou, bereid je voor op oorlog. De lol is er nu eigenlijk al vanaf. Ik ga wachten op een HD cam, een kopie. En die ga ik dan rustig op mijn gemakje bekijken. En daarna heel teleurgesteld mijn eigen spoiler review doen. Mevrouw Halsema, ik had dit voorspeld, hè? Gisteren had ik voorspeld dat dit zou gebeuren. En het gebeurt dan ook meteen bij Forbes met Scott Mendelson. Het is treurig om te zien. Als je het niet met me eens bent, dan ben je de vijand. En dan ligt het allemaal aan jou. Dat is de reden waarom ik uw baan zou ik nooit willen. Burgemeester van Amsterdam. Al kreeg ik 100 miljoen euro per jaar, dan zou ik die kutbaan niet willen. Omdat je het nooit goed kunt doen. Ja? Als je verkeerde kleur t-shirt aan hebt, dan kun je uitgemaakt worden voor racist. En als je haar niet op de juiste manier zit, dan kan het vast allemaal nog veel erger worden. En als jouw tienerzoon zich gedraagt als een tiener, en iedere imbecil weet dat tieners hele domme dingen doen, en dan wordt dat kind aan de schandpaal genageld, gekruisigd, midden op de dam. En dat heeft helemaal niks te maken met hoe wij functioneren als samenleving, of hoe wij tegen dingen aankijken als mensen. Dat ligt echt allemaal aan de media. Dat is de media die in dit geval een waardeloze film aflevert. En we geven daarna zelf toe. Ja, het is een waardeloze film, maar dat ligt aan jou. Ik heb er niks mee te maken, man. Ik heb die film niet gemaakt. En ik wist van tevoren dat het een slechte film zou worden. Sterker nog, dat vermoed ik een beetje toen Disney een Lucasfilm kocht. En dat gebeurde volgens mij ergens in 2014. En het is nu 2019. Bereid je voor, lieve mensen. Want it's gonna get worse. Not any better. Tot de